Melvin Platje, je eerste dag in het Roodvaart Groene Tenue zit erop. Leuke dag? Ja, zeker. Veel mensen kwamen kijken en het is een mooie ervaring om mee te maken. Beetje bekend als pinchitter bij FC Volendam, die toch altijd wel netjes wist te vinden. De laatste tijd wat meer in de basis. Hoe kijk je terug daar op de periode bij FC Volendam? Ja, het is geen laatste tijd. Het is al 2 jaar dat ik basisspeler ben. Het is alleen in de Eredivisie dat ik inviel. Maar de laatste 2 jaar ging gewoon goed. Veel goals gemaakt en vandaar dat ik ook hier zit, denk ik. Waardoor denk jij dat NEC interesse in jou heeft getoond? Waarom? Ja, ik denk omdat ik goals ga maken, denk ik. En daarom ben ik gehaald, denk ik. Hiervoor hadden we een spits, die heeft er 23 ingelegd. Dat is jou denk ik ook niet onopgemerkt gebleven. Leg je ook een beetje die druk toe? Of ze speelden wel door je hoofd van nou, dat wordt nog heel lastig verhaal om hem even weg te poetsen in Nijmegen? Nee, dat denk ik helemaal niet aan. Ik wil gewoon goed spelen voor het team. En ik wil gewoon goals maken. En of assist geven. Gewoon, het liefst gewoon goed spelen voor het team. En als ik mijn goals kan meepikken, is het mooi meegenomen. Wat denk jij dat het te halen valt met NEC het aankomend jaar? Nog een beetje afhankelijk van wie erbij komt en weggaat uiteraard. Nou ja, daar kijk ik niet naar. Dat zal de staf wel doen. Maar ik ga gewoon mijn uiterste best doen met het team en zo. En we zullen kijken wat schip verandert. Wat is je eerste indruk van NEC qua club, qua imago? Ja, ik vind een mooie club, mooie omgeving, een mooi stadion. Leuke mensen. Tot nu toe vind ik het nog leuk. Nog even met Marco van Duin gesproken, neem ik aan. Die ken je denk ik nog wel even uit jouw periode. Heeft hij ook wat toch wel wat dingen gezegd over NEC? Tenminste een beetje toch een bepaald gevoel kunnen geven? Nee, ik heb niet met hem gesproken, maar wel voor de eerste keer dat ik hier was, zei hij dat het gewoon een leuke club was, leuke mensen en zo. Dus ik ga gewoon mijn best doen hier en het zal wel lukken. Dus je bent in ieder geval een beetje op de hoogte gebracht van de club NEC, althans een klein beetje. Je geeft het aan, een leuke club. Dat blijft ook zo, je bent er onderdeel van. Ja, daarom. En ik heb er ook helemaal zin in en probeer er een mooi jaar van te maken. Volgend jaar voor jou weer een kratje bier met 24 flesjes voor elke 1 goal? Was dat bij Flemings dan? Ja, die had nog net geen heel kratje verdiend. Oké. Kunnen we ook afspreken. Goed. We wensen je het allerbeste, Melvin. Bedankt voor je tijd. Ja, dankjewel. Is goed.